natuurlijk om een minimum 80 pensioen. Goedemiddag allemaal.
Geliefde kameraden, ja. 1 mei is de dag waarop wij samen vieren dat niets onmogelijk is wanneer voldoende mensen recht staan om hun stem te laten horen. En vandaag wil ik die stem, uw stem, gebruiken om een nieuwe strijd aan te gaan. Een strijd tegen het mantra van ieder voor zich. Een strijd tegen de verharding van het publieke discours. Een strijd tegen het gebrek aan ambitie en het gebrek aan dromen. Een strijd voor nieuwe bescherming en voor nieuwe gelijkheid. En dus begin ik met een boodschap aan onze regeringen. Want premier Michel, hoe zit dat nu met die focus op jobs, 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 als die jobs niet hand in hand mogen gaan met sociale bescherming, als overal waar die elke dag keihard werkt om rond te komen? Hoe is het toch mogelijk dat Fernand Huts gisteren pocht dat hij maar een feestje hoeft te geven om een partijvoorzitter van de meerderheid te zien, maar dat diezelfde voorzitters de tijd niet nemen om te luisteren naar het personeel in de zorgsector dat het niet meer redt? Door de huidige F-16's performant te houden, investeren in uw sociale zekerheid. Want uw sociale zekerheid, vrienden, die is nog niet af. En inzetten op gemakkelijke haalbaarheid heeft nog nooit iets wezenlijk veranderd. Werken is niet alleen wat de economie doet draaien, werken is ook wat de maatschappij doet draaien. En dus zeggen wij, elk uur telt. Elk uur werk levert sociale bescherming op en pensioen, wat je statuut ook is. Welk werk je ook doet. Ben je ambtenaar, werknemer, zelfstandige, mantelzorger, student, het maakt niet uit. Voor SPA telt elk uur, omdat ook elke mens voor ons telt. Wereldoorlog de sociale zekerheid hebben gebouwd. In wat toen nieuwe tijden waren, gaven wij mensen zekerheid, beschermden wij hen tegen armoede, tegen ziekte en jobverlies. En vandaag beleven we opnieuw zulke nieuwe, snel veranderende tijden. De digitale revolutie verandert onze manier van werken en leven. De klimaatverandering en de plasticvervuiling, het fijnstof en de files maken de overgang naar een andere economie noodzakelijk. Mensen leven langer, de samenleving wordt complexer en diverser. Die nieuwe tijden vragen om een nieuwe strijd. Wanneer in nieuwe tijden de welvaart stijgt en het welzijn van mensen afneemt, dan is het aan ons om dat probleem een naam te geven. En in deze nieuwe tijden, waar een zorg een loterij is geworden, bouwen wij de zorgzekerheid als Vlaamse tegenhanger van de federale sociale zekerheid. Vrienden en kameraden, de samenleving die wij willen bouwen is er een waar zorgen voor elkaar het nieuwe normaal is. Kijk maar naar Gent. In ons stedelijk ziekenhuis werken alle artsen aan conventietarief. In onze assistentiewoningen houden ouderen gegarandeerd voldoende inkomen over om fatsoenlijk te leven. En in onze stad vind je 1/3 van alle wijkgezondheidscentra terug van gans Vlaanderen. Die voorbeelden, vrienden, zijn geen toeval. Het zijn stuk voor stuk realisaties van Rudy Collins. De man die onze lijst aanvoert over minder dan 6 maanden en deze stad in progressieve handen wil houden. Rudy, je bent geen tafelspringer, maar je was altijd de stille kracht van het Gentse college. De man waar Daniel op heeft kunnen bouwen. De man die er altijd was wanneer dat nodig was. Nooit voor zichzelf, altijd ten dienste van de ander. Het is diezelfde Rudy, vrienden, die er altijd zal zijn. Ik geloof dat wat Daniel voor deze stad heeft betekend van zodanig grote waarde is dat het belangrijk is, al hebben we de komende maanden nog vele kansen, vele keren waarop we hem zullen vieren, alvorens hij ook echt de sleutel van het stadhuis doorgeeft. Toch denk ik dat het belangrijk is dat wij op deze laatste 1 mei die hij meemaakt als burgemeester, hem nu al het applaus geven dat hem toekomt en hem bedanken voor wat hij na Gilbert Temmerman, na Frank Beke voor onze stad heeft gedaan. Daniel, bedankt. Oh.